Dit is de legendarische schoenendoos met foto's. Waar ik mijn hele kindertijd mee heb gespeeld. En niet wetend wie de mensen op die foto's waren. Kijk, dus er staan de krasjes op. Dus ik speelde schooltje. En dan zei ik tegen mijn moeder, mama, wie zijn die mensen? En hier bijvoorbeeld. En dan zei mijn moeder, oh, dat zijn mensen die zijn weggehaald en niet teruggekomen. Nou, dan wist ik als kind genoeg. En later heb ik nog wel eens gevraagd, ja, maar waarom heb jij die foto's dan? Ja, die zijn me in bewaring gegeven. En dan hield je ook weer op, omdat je als kind toch wel goed wist. Ook dingen die je niet moest vragen. Ja, met die verstanden dat toen mij verteld werd wat mijn werkelijke geschiedenis was. Dat ik toen meteen zei, oh, maar dan heb ik een doos met foto's. Dus ik wist meteen dat het moest zijn en dat bleek ook zo te zijn. Ja, dat is mijn oma in een fotostudio in Wenen. Ja. Toen ik die foto ging inscannen een keer, toen zag ik dat ze ook loenst, net als ik. Is ook erfelijk. Ja. Pas jaren en jaren en jaren later bleken dat dus de foto's te zijn van mijn biologische vader, die later met het hele gezin gedeporteerd zijn allemaal. En ook allemaal vermoord. Dit is het adres waar mijn moeder terecht kwam als Joodse vluchteling. 1939 uit Wenen gevlucht. Doordat een niet-Joodse Nederlander bereid was om met haar te trouwen. 1941 komt ze hier wonen. Dit was een pension met heel veel mensen met vreselijke geschiedenissen al, hè? 41, 42. Joodse mensen, denk ik allemaal. En mijn moeder kwam daar dus te wonen. Er was een hospita. En hier ben ik geboren. Ik schat zelf dat het op de tweede verdieping is geweest. Jeetje, het is ook wel gek om hier nou te staan. Mijn moeder vertelde me altijd verhaaltjes, hè, voordat ik naar bed ging. Maar dan niet zozeer Hans en Grietje, is ook eng. Maar toen woonde ik op die pensionkamer. En daar werd jij geboren. En daar heb ik ook een foto van. Dat is dus hierboven. Mijn moeder die was 1942, maar volgens mij was ze heel gelukkig dat ik geboren was. Dat vind ik wel mooi, ondanks de omstandigheden. En mijn vader kijkt in de wieg. Mij zie je helaas niet. Maar wat wel mooi is, is dat het is februari, dus dat het winterlicht valt naar binnen. En er valt een schaduw over mijn wiegje in de vorm van een kruis, van de sponningen van het raam. Maar er valt licht op die wieg. Ja, het is ook de enige foto die ik heb. Maar ik vind het zo een lief
intiem portret. En dan even zoals het misschien ook geweest is, even alles vergeten wat er buiten die kamer gebeurt. En nog niet weten wat er nog zou gebeuren natuurlijk. Mijn vader zou gedeporteerd worden, een paar maanden later. Maar even dat geluk en het licht op dat wiegje, ja, vind ik wel heel mooi. En mijn moeder in die peignoir. In die twee fragmenten die we zagen, daar noemde je al dat jouw moeder dus uit Wenen kwam. Kun je een beeld scheppen van het gezin waarin zij is opgegroeid en van de familie? Dat we een beetje een idee krijgen van de achtergrond van je moeder. Ja, ja, een beeld wat ik zelf ook heel moeizaam bij elkaar heb geschraapt. En waar eigenlijk nog tot vandaag de dag nieuwe dingen bij komen. Maar mijn moeder heeft natuurlijk ook wel veel verteld. Mijn moeder kwam dus uit Wenen en haar ouders kwamen uit twee verschillende gebieden, wat toen allemaal het Groot Habsburgse Rijk was. En als ik, dat hebben we met heel veel nasporen trouwens, hebben we dat ontdekt, een nichtje en ik. En als ik op de kaart kijk, woonden ze in twee kleine plaatsen, maar op een soort, nou ja, karrenspoor afstand van elkaar. En goed, die grootouders zijn getrouwd en naar Wenen gekomen. Mijn moeder is geboren in 1906 en haar zuster Olga in 1907. En haar vader is overleden in 1910. Dus toen die kinderen nog heel klein waren. En mijn oma dus achterbleef. En dat weet ik eigenlijk allemaal niet zo van mijn moeder. Maar eigenlijk de hele leven, zolang dat geduurd heeft, straatarm. Het was een heel arm milieu. Een Joods milieu. Maar alle broers en zusters en familie die we pas veel later hebben ontdekt. Ik zeg steeds we, maar nichtje. Ja. Dochter van een halfzuster, Inge Helen, die zelf nu ook 60 is, en ik hebben de afgelopen jaren enorm veel naspeuringen gedaan. En ja, het was dus een arm gezin. En, maar mijn oma was wel een bijzondere vrouw. Die heel hard moest werken, maar ook ziekelijk was. Ze had ernstige diabetes. En, ze was heel maatschappelijk betrokken en maakte deel uit van de Socialistische Vrouwenraad. Mm-hmm. En ja. En van mijn opa weet ik eigenlijk weinig. Wel, ook dat hij ook een heleboel broers en zusters had. En die eigenlijk ook allemaal gedeporteerd zijn. Mijn moeder heeft. Wat ze. Ja, wat. Mijn moeder was een hele gecompliceerde vrouw. Misschien vinden alle kinderen dat over hun moeders, maar. In ieder geval, ja, ze was heel gecompliceerd, maar ja, ook heel bijzonder. Je zou kunnen zeggen dat ze een feministe avant la lettre was. Ja. En ontzettend eigenzinnig. En als kind al was ze, nou, ze hadden geen cent, en, maar was ze al dol op lezen en... Ze verbleef een tijd lang, vertelde ze mij altijd, in een kinderthuis, omdat haar moeder te ziek was om voor haar en Olga, dat was haar zuster, te zorgen.
En dan vertelde ze me altijd, ja, en in het kinderthuis, daar was dus een bestuur. En dat waren allemaal vrouwen, geloof ik, van de betere klasse, zal ik maar zeggen. En die hadden kaartjes, vrijplaatsen, hele mooie loges in de oper en het Boertheater. En dan mochten die meisjes die daar in dat weeshuis waren, die mochten mee. Maar er was niemand behalve mijn moeder die daar belangstelling voor had. Dus mijn moeder die ging dan mee en die zag dus al die stukken daar. En ook toen ze ouder was, vertelde ze me dat ze altijd op de goedkoopste plaatsen en dan bij de uitgang ging wachten op alle grote sterren. Er was natuurlijk een enorm cultureel leven in het Wenen van tussen de twee wereldoorlogen. Mijn moeder woonde dus bij mijn oma. Zij wilde eigenlijk kinderarts worden, maar ze heeft de hogere burgerschool gedaan, heette dat geloof ik. Maar ze moest gaan werken om geld te verdienen. Maar heeft altijd haar belangstelling voor boeken en literatuur en muziek, opera en operette. Alles wat maar theater altijd gehouden. En zij is gaan werken bij een, dat heb ik ook allemaal later uitgezocht, bij een Weens bouwbedrijf. Ja. Later heb ik uitgezocht, maar dat wist ik vroeger niet. Dat het een heel groot katholiek bedrijf was, al uit 1904. En met de komst later, en dan schiet ik even vooruit, maar waar we ook naartoe moeten, in 1938 van de nazi's in Wenen, waar ze, hoewel dat wel eens anders beweerd wordt, echt van harte ontvangen werden. En dit bedrijf had al sterke banden met Speer en allerlei grote uit de nazi-beweging. En hebben heel ijverig voor de nazi's ook gebouwd. En ook de anti-Joodse maatregelen van het begin af aan heel stringent en echt heel erg uitgevoerd. Maar merkwaardigerwijs heb ik daar nooit iets over gehoord van mijn moeder. Nee? Dus dat heb ik tot mijn verbijstering heb ik dat zelf later ontdekt. Maar mijn moeder ging daar werken en dat heeft ze me dus verteld. En ze werd secretaresse. En ze kreeg daar een relatie met haar katholieke chef. Om aan te geven, en ook wel belangrijk in mijn geschiedenis. En deze katholieke chef die was getrouwd en had 4 kinderen. En mijn moeder kreeg dus met deze man 2 kinderen, buitenechtelijke kinderen. Mijn halfzus in 1933, Inge, en nog mijn broer, halfbroer, Koerti, heette die toen in 1936. En dan moet je dat voorstellen, in het Wenen, ook al in de 30e jaren, zo'n katholieke getrouwde man met een Jodin, ja, en buitenechtelijk. Ja. En nou goed, dat is ook wel een heel drama geworden, maar zoals mijn moeder het vertelde, was eigenlijk altijd heel uitdagend. Maar vertelde ze wel dan hoe zeg maar de omgeving daar op reageerde? Ja, zei ze, die mensen die waren natuurlijk allemaal in en inburgerlijk. Die vonden mij een slechte moeder en die vonden het allemaal schandelijk. En als klein kind herinner ik me dat ze mij ook vertelde dat de echtgenoten van deze, je kan ook zeggen de arme echtgenoten van deze man, dat die
was het kennelijk te weten gekomen, dus of het was, weet ik niet hoe dat zat. Maar die dreigde mijn moeder altijd met vitriol in het gezicht. Dat is vooral in Frankrijk, geloof ik, en ook in Oostenrijk in die tijd was dat iets waar je je vijanden, maar ik geloof vooral onder vrouwen speelde dat. Dus dat was een bijtende stof. Maar goed, als kind wist ik dat niet precies, maar ik vond het heel romantisch. Dus ja, en, maar dat zegt ook iets over hoe mijn moeder dat dus eigenlijk vrij rücksichtsloos allemaal vertelde. Ja. Later heb ik me gerealiseerd. Ik heb altijd gedacht dat mijn moeder daar totdat ze in 39 naar Nederland vluchtte is blijven werken. Maar toen ik deze hele geschiedenis van het bedrijf las en ook toen ik nog allerlei brieven die ik in mijn bezit had, maar beter kon interpreteren. En toen dacht ik, oh nee, begreep ik dat het helemaal niet kon. En ze is waarschijnlijk al vanaf het... Ze had eerst nog de bescherming van die chef, maar mensen die Joodse mensen beschermden, die werden zelf ook met deportatie bedreigd. Ja, nog één leuk, in al deze ook, nou ja, het is een mix van leuk en interessant en vreselijk. Gewoon het leven zelf, zeker in die tijd. En dat mijn moeder, hoe eigenwijs zij was, dat zij had heel lang haar. Ze had zulke haar als ik, maar dan heel lang. En toen, tijdens een vakantie, heeft ze dat afgeknipt, dus een bob. Zo, dat was toen haar minnaar, zal ik maar zeggen, toen kwam ze terug op het werk. Nou, die vond het echt verschrikkelijk. En mijn moeder, die telt toch ook heel, maar die mat dat ook breed uit, hoe burgerlijk dat ze dat vond. En ook dat hij er niks meer aan kon doen, want ze had het al gedaan. Ja. En, ze was een beetje eigenzinnig ook. Ze nou, trok niet er eigenlijk een beetje. Ze was heel eigenzinnig, ook heel authentiek. Ja, en dat heeft natuurlijk ook andere kanten. Daar kom ik misschien sowieso nog op. Ja. En je vertelde dat ze een zus had. Ja, Olga. En Olga? Ja, Olga was dus een jaar jonger. Ja. Was eigenlijk, denk ik, ook heel eigenzinnig, maar een totaal ander type. Hield van sport, las niet, of in ieder geval, nou ja, deed allerlei sociale dingen. En en Olga die besloot op een goed moment om naar Nederland te gaan. En ik denk ongeveer 34. Ja. En daar is ze getrouwd met een niet-Joodse man, Jaap van Beek, Jacob van Beek. En die zou dus later een hele grote rol in onze geschiedenis spelen. En mijn moeder vertelde altijd over Olga. Ze konden totaal niet met elkaar opschieten. En volgens mij had mijn moeder ook geen warme band met haar moeder. Maar ze vertelde altijd over Olga dat ze dus echt weggevlucht is uit Wenen. En dat ze dat kon doordat ze op de wet allemaal hout over de Donau verscheept, hè? En dat ze dan met zo'n houtvlot mee heeft gekund. En als kind, nou ik hoop dat ik niet te wijdsprakig word, maar dan ga jij me op een ding. Nee, hoor, want als kind hoorde ik dat verhaal en ik had de Negerhut van oom Tom gelezen. En ik associeerde dat dus met Eliza die over de ijsschotsen van de Ohio. En later heb ik dat nog aan haar dochter, dus ik vond dat op zich wel een heel spannend verhaal. En, Olga, die dat huwelijk was, er werd een dochter geboren, Erika.
Dus dat is mijn nichtje in 1935. En er waren dus de kinderen van mijn moeder. Daar werd voor gezorgd door een vriendin. Nou, een gezin wat mijn moeder kende via Olga. En wat mijn moeder moest werken. Dus, en haar moeder was ziek, dus die kinderen waren daar. Maar daaromheen hing ook dat iedereen mijn moeder natuurlijk een slechte moeder vond. Waar gedeeltelijk ook iets voor te zeggen valt. Maar nou ja, slecht is het woord niet, maar er zit natuurlijk wel veel kanten aan. En ook vonden ja, dat mijn moeder ook die kinderen helemaal niet op kon voeden. En die kinderen die zijn daar dus gebleven. Vooral mijn zusje, mijn broertje is eerst nog wel een tijdje bij mijn moeder en haar moeder thuis geweest. De ouders van de vrouw die deze kinderen in bescherming hadden genomen. Wat ik dus totaal niet weet is hoezeer de man van mijn moeder, dus de vader van die kinderen zich ooit met die kinderen heeft. Mijn moeder heeft een relatie met hem gehouden. Daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Want wat is er... heeft jouw moeder ooit nog wel gezegd dat ze contact met hem heeft gehad? Of... Nee. Mijn moeder heeft een heleboel verteld aan mij, maar ook heel veel niet. Dus achteraf denk ik, goh ja, veel verhalen die ik steeds hetzelfde hoorde. En ja, wat iedereen misschien wel herkent, dat je ook, ook weer als ik naar de fragmenten van de film kijk, dat je ook denkt, maar ja, maar waarom heb ik dan niet gevraagd dit of dat? Ja. Dus ik heb wel dingen gevraagd en daar gaf ze ook wel antwoord op, maar ook heel veel niet. Dus dat weet ik niet. Dat het natuurlijk een steeds gevaarlijker situatie werd, ook zeker voor deze man, dat was natuurlijk wel duidelijk. En het is me nog duidelijker geworden door door wat ik las over dat bedrijf. Het huwelijk van Olga, dat liep stuk in Nederland. En zij is nog een aantal keren terug geweest in Wenen. En haar inmiddels ex-man ook, Jaap van Beek. En die had natuurlijk inmiddels ook mijn moeder leren kennen. En in 39, begin 39 of eind 38, was hij ook in Wenen. En toen heeft hij mijn moeder aangeboden om met haar te trouwen, zodat ze naar Nederland kon komen. En Olga was natuurlijk van haar gescheiden, maar had een Nederlands paspoort. En dat is ook gebeurd. Mijn moeder is, dat is eerst, ik ben er nog eigenlijk nog niet steeds niet helemaal achter hoe dat precies is gegaan. Maar in ieder geval, in mei is er een ondertrouwdocument, waarbij in Nederland dan Jaap van Beek en zijn vader aanwezig waren. Ja. En dat degene waar het over ging in het buitenland verbleef. En in september, 20 september 1939, zou later de verjaardag van mijn dochter zijn, is mijn moeder naar Nederland gevlucht. Wat ik nog weet over de vader van de kinderen, dat is wat mijn moeder me, nee, heeft mijn moeder me nooit verteld. Dat heb ik na haar dood heb ik dat gehoord, dat hij in 1939 zelfmoord heeft gepleegd. En hij,
hebben Helen en ik hebben ontzettend veel uitgezocht en gevonden. Ook doordat mijn moeder een enorm brievenarchief had van iedereen die ze schreef na de oorlog en waar ze berichten van kreeg. Haar brieven heb ik niet, maar ik heb een heel groot archief van brieven van familieleden van die beschrijven wat er gebeurd is. En dus over heel veel mensen weten wij heel veel en we hebben, je hebt in Wenen de Jüdische Kultusgemeinde en daar werden alle Joden ingeschreven, ook als ze niet religieus waren, want mijn hele familie van moederszijde en haar vader en moederszijde, geen van allen waren religieus, maar werden daar wel ingeschreven. Dus ik weet de gekste details. Wanneer wie de vroedvrouw was bij de geboorte van de zuster van mijn moeder. Ja. Maar wie deze man was, hè, dus een niet-Joodse man natuurlijk, daar zijn we tot de dag van vandaag. We hebben een naam, maar dat is allemaal nog totaal stuk gelopen. Nou ja, daar gaan we misschien nog wel eens mee door. Zijn die kinderen van jouw moeder, zijn die met haar meegegaan naar Nederland? Nee. Er waren twee zusters in dat huis. Waren vooral de Olly, die was ook sociaal en maatschappelijk heel betrokken. En die is in 38 met haar zuster als kindermeisje in Wenen gaan, in Londen gaan werken. Dat kon toen, hè. En waren goedkope arbeidskrachten. En heeft er dus, de kinderen waren deels bij mijn moeder en deels bij haar ouders. En die Olly, die heeft ervoor gezorgd dat in 38, nou toen het nog net kon, ja. Dat zowel haar ouders als mijn moeder een visum kregen voor Engeland. En de kinderen zijn uiteindelijk via het kindertransport. Ja, dat was onder andere de Nederlandse Truus Wijsmuller was daarbij betrokken. Daar is eigenlijk veel te weinig over bekend. Die zijn dus, zijn er alle mogelijke kinderen uit met name Oostenrijk en Duitsland, maar ook uit Nederland en België. En met de trein naar Hoek van Holland of andere plaatsen en naar Engeland gebracht. Als daar een sponsor was. En Nou, in ieder geval wat ik me herinner van dat verhaal weer, ja. Maar dat heb ik dan van mijn zus, dat daar er werden sponsoren voor, het heeft een andere naam, maar dat weet ik even niet meer, voorgeworven in Engeland. En er is nog een hele discussie geweest in het Engelse parlement. En want heel veel mensen in Engeland voelden daar helemaal niets voor. Voor al die Joodse kinderen. Om en die later op te nemen. Ook Joodse vluchtelingen in Engeland werden onmiddellijk geïnterneerd in een kamp. Wat ze ook voor die tijd al meegemaakt hadden. Maar goed, uiteindelijk, na heel veel gesteggel, is dit toch. En die Olly, die latere pleegmoeder van mijn moeder, die heeft een hele rijke dame, waar we ook weer alles over te weten zijn gekomen, maar gevonden, een Engelse, de dochter van een staalmagnaat die de eerste treinen in Amerika heeft gebouwd. Nou goed, schatrijke vrouw Dorothy Parker en heeft de financiële opvang van die kinderen op zich genomen. Ja. Die zijn verder in Engeland gebleven
Mijn moeder had dus dat visum en werd er door deze familie in Engeland van beschuldigd dat ze niet naar Engeland wilde komen omdat ze al eerder, omdat ze niet als dienstmeisje wilde werken. Dat zou heel goed kunnen. Maar dat ze niet van het visum gebruik gemaakt heeft toen de kinderen daar dus al waren. Dat is volgens haar lezing geweest omdat ze te lang geaarzeld heeft of ze zou gaan of niet. Om wat voor reden dan ook, daar kun je je een heleboel bij voorstellen. Ze had nog haar moeder, ze had ook een zuster in Nederland. En ze had die relatie, nou, maar goed. En dat het toen te laat was, dat ze het visum toen niet meer kon gebruiken. En dat klopt ook met de data die ik heb en zo. Maar goed, een drama natuurlijk. Ja, ja. Een drama voor alle betrokkenen. Ja, en zij is dus ook laat naar Nederland gekomen. Zij is, september, 20 september 1939. Oh ja, en toen die dag zijn ze ook getrouwd. Ja. Daar heb ik allemaal documenten van. En, maar ze had natuurlijk op zich geen relatie met deze Jaap van Beek. En, maar ze was natuurlijk ingeschreven als zijn echtgenote en daardoor gemengd gehuwd. En dat heeft haar en mijn leven gered. Ja. En, woonden zij ook samen of woonden zij ergens anders? Nee, ik heb bij de burgerlijke stand alle adressen van iedereen uitgezocht. En zij stond wel ingeschreven op zijn eerste adres, op de Tuchelaweg. Maar daarna stonden ze wel ingeschreven op alle mogelijke adressen samen, maar ze hebben nooit samen gewoond. En heeft zij aan jou, want ja, ze komt hier naar Nederland, ze heeft natuurlijk wel een zus hier wonen. Ja. He, maar je moet voor jezelf zorgen. Heeft zij daar ooit iets over verteld, hoe dat was? Ze was natuurlijk zo, ze was in Wenen al straatarm en heeft. Dat was hier ook. Ze heeft een tijdje bij haar zuster ook in huis gewoond en alle mogelijke. Ik weet alleen dat ze me vertelde, ze kon verschrikkelijk goed breien en haken. En lijkt een beetje onwaarschijnlijke combinatie, maar dat is het niet. En dat ze daar aan het begin van de oorlog wat geld mee verdiende. Handschoenen, kanten, handschoenen haken, dat deed ze na de oorlog ook nog. En ze vertelde me ook dat ze als schoonmaakster heeft gewerkt. En hoe schandalig, maar daar was ze weggelopen. Want hoe schandalig dat was, want daar moesten het, die mensen hadden een hele grote hond. En dan moesten het hondenhok moesten inkruipen en dat dus helemaal schoon boenen. En toen heeft ze die baan, heeft ze dat opgezegd en ik zie nog heel erg haar verontwaardigde gezicht. En er waren natuurlijk heel wat meer dingen om verontwaardigd over te zijn. Ja. Later in de, mijn moeder heeft wel altijd ervoor gezorgd dat er mensen voor haar zorgden, maar daar komen we zo meteen misschien nog op. Ja. In dat huis in de Vrolijkstraat, dus al voor de oorlog en in de oorlog, waar dus Olga woonde met haar dochtertje Erika, dat was ook een soort centrum van alle mogelijke politiek en sociaal geëngageerde Joodse mensen, maar niet alleen Joodse mensen, maar veel, en er werd gediscussieerd en en mijn moeder kwam daar, woonde daar, maar later kwam ze daar ook. En daar heeft ze dus mijn vader ontmoet, Sal van Dam. En
die daar ook bevriend met mijn tante was. En ook lid was van hij was, toen ze elkaar leerden kennen, was hij, in 1940 was hij 20, dus toen was hij 19. En mijn moeder was 34 inmiddels. Maar was jouw tante dan zo met zo politiek geëngageerd dat ze dat soort groepen nou, ja, dat over de vloer kreeg? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat is een van die dingen. Het was wel een heel levendig iemand die veel mensen om zich heen verzamelde. En haar dochter later, Erika, die een paar jaar geleden is overleden, die was heel politiek geëngageerd en ook heel actief. Heeft de vereniging voor Bond voor WAO'ers opgericht en nou ja, maar goed, dat is nog een heel ander verhaal. Ja. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Het was een... Ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet. En dat waren dan soort jonge socialisten of zo? Ja, of hoe? Ja van heel links naar meer naar de SDAP toe. En ja, en mijn vader, of ja, Sal, die was daar dus ook bij en was voor de oorlog ook lid van een van die links van de SDAP. Hè? Dat is heel belangrijk in die tijd natuurlijk. Jongerenverenigingen en dat zijn ook verenigingen die later in een grotere linkse beweging zijn overgegaan en zich ook onderscheiden van de SDAP. En ook daarvan zijn weer heel veel mensen, Joods en niet-Joods, in het verzet terechtgekomen. En voor de oorlog bijvoorbeeld hebben ze zich ook bezig gehouden met hulp aan Duitse vluchtelingen die hier niet mochten zijn. Maar inderdaad, over Olga weet ik niet, maar in ieder geval, daar heeft mijn moeder Sal ontmoet. En ook mijn latere stiefvader ontmoet, Louis Kloet. Dus dat, daar komt wel heel, heel veel samen. Ja. Ben ik nog ergens op spoor? Nee, je bent helemaal op spoor. Dus het waren jongeren die daar kwamen. En dat waren zowel Nederlands-Joodse jongeren als Duits-Joodse jongeren? Of was het dat echt heel erg, dat weet je niet. Okay. Ja, dat zou kunnen. Vluchtelingen. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Nee. En jouw moeder krijgt dus een relatie met Sal? Met Sal. En Sal was de derde van een gezin van, ik ben het even kwijt, vijf geloof ik. Vijf kinderen. En zijn vader, Moses van Dam, en zijn moeder Rosetta van Dam van Kleef. En zij kwamen oorspronkelijk uit Smilde, Drenthe. Dat was destijds een best wel grote Joodse gemeenschap. En zijn in de twintiger jaren, dus na de geboorte van... Nee, voor de geboorte van mijn vader naar Heerlen gegaan om werk te zoeken. En daar is mijn vader geboren. Maar zijn uiteindelijk naar Amsterdam gekomen. Omdat daar ook geen werk was en waren in Amsterdam ook voor een deel in ieder geval arm en veelal werkloos. En ik heb er nog allerlei documenten van gevonden van de sociale dienst in Amsterdam. Aangrijpende documenten, bijvoorbeeld dat mijn vader of zijn vader ook had iets niet goed ingevuld in 1941 en daarom kregen ze geen uitkering meer. En hoe moet je nagaan, ik bedoel een paar maanden later, een half jaar later zouden ze allemaal gedeporteerd worden. En de zuster van mijn vader, Helena, die was naar het buitenland geweest en daardoor verloor ze ook de uitkering. En dan moest ze maar weer terug gaan wonen bij haar ouders.
nou ja, een hele briefwisseling, waardoor ik dus ook het handschrift van mijn vader en, want het is allemaal bewaard gebleven in Amsterdam. Hè? Ja. Dus dat is heel fijn. Dat is ook heel bijzonder. Dat ja, je dus, dat is heel bijzonder. Ja. En ja, daardoor heb ik ook weer, ja, dan kan je heel veel uitzoeken via die sociale dienst in Amsterdam. Want bijvoorbeeld in andere steden is dat allemaal vernietigd. Ja, ja. En dus, nou ja, goed, maar dat voert te ver. En die familie van mijn vader, die woonde in de Blasiusstraat. En mijn moeder heeft ook nog een tijdje met de zuster van mijn vader samengewoond. Ook op een adres in de Vrolijkstraat. En ja, zo hebben ze elkaar leren kennen. En mijn moeder woonde dus inmiddels in een vluchtelingenpension op de Nieuwe Keizersgracht. En wat ook in het fragment in de film te zien is. En daar woonde sinds 1941, als ik me goed herinner, mijn Sal, mijn vader ook, stond daar ook ingeschreven. En nou, dat heeft mijn moeder, het moet een hele nare toestand geweest zijn. Er was natuurlijk al alles van alles anti-Joods in volle gang. En mensen kwamen daar terecht als ze echt nergens anders meer konden. En er was dan een hospita. En nou, mijn moeder had daar een kamer. En daar woonde ze dus. En ja, ik weet eigenlijk niet of mijn vader daar ook een kamer had. Maar hij stond er in ieder geval ingeschreven. Ja. En heb je uit de overlevering wel een beeld ook van je vader gekregen? Zijn er... Nou, dat is natuurlijk een heel complex verhaal, omdat totdat ik begin 30 was en mijn moeder al geruime tijd overleden in 69, toen pas van mijn stiefvader gehoord heb dat hij niet mijn vader was, zoals ik natuurlijk altijd had gedacht, want ik ben door hem grootgebracht, maar dat mijn eigen vader, Sal van Dam dus, in eind 42 gedeporteerd is en met de hele familie. En nou ja, dat dus ik als kind wist ik niet beter dan dat de man waar mijn moeder mee samenwoonde op dat moment, of die half ondergedoken was, half bij mijn moeder woonde, en na de oorlog gingen we samenwonen, Louis Kloet, dat mijn vader was. Ja. Dus ik had wel een schoenendoos vol met foto's als kind. En nou ja, wat ik in het filmfragment ook vertel, het wonderlijke is, mijn moeder heeft mij dus nooit verteld over mijn eigenlijke vader en ook niet over de familie en al helemaal natuurlijk niet wat ermee gebeurd was, maar ook niet wie de mensen op die foto's waren. Dus ik speelde altijd met die foto's als kind, als heel klein kind al. Wonderlijk dat zij niet wilde dat ik het wist, maar mij wel met die foto's liet spelen. En dan zei ik, mama, maar later, hè? Ja. Zei ik, maar mama, wie zijn die mensen dan op die foto's? Nou, dan kreeg je dus dat wat menigeen kent. Oh, dat zijn mensen die zijn weggehaald en niet teruggekomen. Nou, dan ging ik niks meer zeggen. En toen ik iets ouder was, wist ik ook min of meer wat dat betekende. Maar in ieder geval dat je daar niet op door moest gaan. Ja. Maar ik heb wel in een nog... En later stadium gevraagd, ik denk toen ik zo'n jaar of 9 was of zo, ik weet niet precies. Maar waarom heb jij die foto's dan? En toen zei ze, ja, die zijn me in bewaring gegeven. En nu denk ik natuurlijk, maar ik heb niet gevraagd waarom. Nee. Nou, kende je die mensen dan? Ja.
dat zijn van die dingen, ja, nou ja, dat. Ja. Maar het is wel zo, dat ik heb die foto's dus altijd, die zijn altijd met me meegereisd, alle verhuizingen, en altijd in dezelfde schoenendoos. En altijd bij me gehouden. En er zat wel een enorme lading op die foto's. Dat voelde je wel? Ja, dat, ja. Ja. Dat loven misschien vooruit. Ja, maar... want ik wilde nog even terug. Maar ik dacht van misschien heb je toch gaandeweg wel wat meer over, ben je over Sal te weten gekomen. Ja, wat niet, deed hij bijvoorbeeld? Ja, nee, niet door mijn moeder, maar nee. Later wel. Met name door mijn stiefvader. En door, het was een, mijn grootvader, dus zijn vader Mozes en hij waren allebei hele soigneuze mannen. In die tijd was natuurlijk, ik heb foto's van hem dat hij 16 was, maar dan ziet hij al veel ouder uit. En hij is in dienst geweest voor de oorlog, is ook zo bar om te bedenken, maar goed. En hij was voornamelijk werkloos. Vandaar de, en hij ja. zal, en mijn, mijn grootvader was officieel bakker. En mijn vader geloof ik officieel ook, maar ik weet niet of ze ooit gebakken hebben. Maar ze hebben wel natuurlijk allerlei baantjes gedaan en ja, maar hij was voornamelijk werkloos. Hij was dus politiek geëngageerd, hoewel volgens mijn latere stiefvader dan weer niet zo serieus als mijn stiefvader. Nou ja, dat soort dingen ken je wel. Ja, ja. Maar, en er zijn foto's van hem met andere mensen die ik later heb kunnen ontdekken wie dat waren. En dat ze uitgaan en heel, heel leuk om te zien, heel vrolijk. En ook politieke bijeenkomsten en een jeugdvereniging. En ja, ik heb eigenlijk het beeld, maar ik heb wel eens mensen gesproken die hem vagelijk gekend hebben. En mijn stiefvader heeft hem gekend, maar niet heel van heel nabij. En, maar ik kreeg eigenlijk, ja, het beeld wat ik me gevormd heb, was, nou, het was eerst een hele knappe man, echt beeldschoon. En ja, dat het wel een genieter en een sociaal iemand was. En dan verbeeld ik me dat het ook een hele lieve man was. Ja. Maar ja, ja. Nee, maar dat, is, ja. Dat houden we er gewoon in. Precies, ja. En, ja, en ja, en... ja, en er is dus, ja, er is dus één foto van mij, ja. Dat ik geboren ben, dat ik in de wieg lig. Mij zie je helaas niet. En mijn moeder in een peignoir. En daar speelde ik dus ook mee met die foto's. Ja, maar bizar, hè? Ik weet niet eens of ik mijn moeder daarop herkend heb. Maar daar zit mijn vader dus naast, dus de enige foto van ons drieën. En hij kijkt in de wieg. Ja, heel en, bijzonder. En een ja, heel... dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. En wanneer is hij, want jij bent in februari geboren, ja. 42, en wanneer is hij gedeporteerd? Hij weet je dat? Is in september 42 gedeporteerd. En de hele familie. Het is trouwens, want er zijn verschillende data, en het is een beetje onduidelijk of hij ook al een oproep had of dat hij met zijn familie is meegegaan. Dat is, dat weet ik eigenlijk niet. En alleen dus in 42, september 42, en ze zijn allemaal in Auschwitz tussen deels 8 oktober en deels december 42 vermoord. En mijn jongste neef was 13. En mijn
tante, dus de zuster van mijn vader, dat is nog een heel bijzonder verhaal, want die werkte als naaister bij de fabriek Hollandia Kattenburg. Dat was een fabriek in Amsterdam-Noord, een hele grote gerenommeerde kledingfabriek. En met Joodse eigenaars die in handen van de Duitsers kwam, maar er waren heel veel Joodse werknemers. En omdat ze jassen voor de Weermacht moesten maken, hadden de mensen die daar werkten, Joden die daar werkten, hadden een sperre. Dus die hoefden niet weg. En dus toen mijn grootouders en de hele familie gedeporteerd waren, toen was mijn tante er nog. Mijn tante had een zoontje van een onbekende niet-Joodse vader. En, maar omdat zij moest werken, tot dan had haar vader op dat jongetje gepast. En, maar toen de familie gedeporteerd was, als zij niet meer zou werken, zou ze ook opgepakt worden. En toen is via het Joods verzet, is dat jongetje ondergebracht bij een pleeggezin overdag. Oh, ja. Maar uiteindelijk, binnenkort wordt dat de dag 11 november, ja. 1942, ja. Sorry. Zijn toch alle Joodse werknemers, is die hele fabriek opgerold. En zijn allemaal, dus Helena, mijn tante ook. Maar dat jongetje, dus mijn neef, die heeft de oorlog overleefd. Nog met allerlei omzwervingen, heel vreselijk. En, maar uiteindelijk bij dat pleeggezin gebleven. En hij leeft ook nog en hij woont in Israël sinds hij 60 is. Hij is nu in de 80. Maar hij wist dus niet van mijn bestaan. Ja. En dat is pas... Ja, maar voelt dit niet te ver? Want, Nee. Jouw vader wordt dus weggevoerd en jouw moeder blijft dus achter met een babytje. Hoe kon zij rondkomen? Hoe ging dat? Ja, mijn moeder bleef dus achter. En die had nog... Mijn latere stiefvader, Louis Kloet, die had aan mijn vader beloofd, als er iets zou gebeuren, want Louis was al voor de oorlog echt totaal op de hoogte van alles, en is later ook in het verzet gegaan en vanuit die wetenschap. En als er iets zou gebeuren met Saul, met mijn vader, dat hij dan voor mijn moeder en mij zou zorgen. Okay. En nou, er gebeurde wat. En hij is ook voor mijn moeder en mij gaan zorgen. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij, dat mijn moeder via het verzet bonkaarten kreeg. Mijn moeder was natuurlijk gemengd gehuwd, dus dat leek een bescherming. En overleefde zij dus. En, in mei 1943 kwam er toch een aardige, hele vriendelijke, zei mijn moeder altijd, hele aardige politieman aan de deur. En die zei dat ze de volgende dag zich moest melden. En, maar het was maar voor een paar dagen om naar Westerbork te gaan, ondanks dat ze gemengd gehuwd was. En, maar het was maar voor een paar dagen, maar neem maar een, dit is allemaal natuurlijk overlevering, dat begrijp je. Neem maar een warm jasje mee voor het kind, want het kan best koud zijn in Drenthe. Nou, het was nog wel meer dan koud in Drenthe, maar... En dus wij, mijn moeder en ik, zijn toch met de trein, met het geld gekregen, naar Westerbork gegaan. En
zijn daar aangekomen op de dag dat Philip Mechanicus, journalist die daar al verbleef, schrijft in zijn dagboek, vanmiddag zijn er, is die en die, een initiaal, een vriendin van hem, met een stelletje gemengd gehulden hier aangekomen. Want dat was natuurlijk, het was wel bekend dat gemengd gehulden eigenlijk niet gedeporteerd mochten worden. Kan ik daar iets over vertellen? Ja, juist. Ja, want dat is iets wat ik pas veel later te weten ben gekomen en wat eigenlijk zelfs nog niet zo heel algemeen bekend werd. Een medewerker van het NIOD heeft, nou al minstens 10 jaar, 15 jaar geleden, een dissertatie geschreven over wat hij noemt de legale rest. Dus de Joden die eigenlijk die gemengd gehuwd waren. En daaruit dat verhaal blijkt dat Hitler vanaf het begin van, de nazi, van zijn heersing in zijn maag zat op een andere manier dan met andere Joden, met gemengd gehuwde Joden, omdat er veel mensen waren van hoge komaf en veel Duitse adel die aanhangers waren van Hitler en hem steunden en ook belangrijk voor hem waren, maar die meestal, maar ik weet niet eens hoe dat zit in cijfers, maar meestal mannen die met Joodse vrouwen getrouwd waren. En Hitler heeft dus van begin af aan gezegd, gemengd gehuwden mogen niet, in ieder geval niet vernietigd, maar ook niet gedeporteerd worden. En dat was in Nederland dus ook zo. En maar er werd nogal eens rommelig mee omgesprongen. Mensen, soms zijn toch in werkkampen terechtgekomen, dat zeker. Ja. Te werk gesteld, allerlei vreselijke dingen meegemaakt. En wij zaten dus zelfs met 40 anderen in Westerbork. Mijn moeder had geloof ik zelf wel het idee dat ze er weer uit zou komen vanwege die wetenschap, maar dat was natuurlijk alles behalve zeker en nou, het is een vreselijke tijd voor haar geweest. Ook wel weer interessant dat mijn moeder vertelde mij dit, hè, bedtijdverhaaltjes. Ja, in Westerbork en de vrouwen die zorgden helemaal niet meer voor zichzelf en mijn moeder vond trouwens ook iedereen ordinair en ze had een soort Weense flair, maar ook, hoewel ze ook heel betrokken op mensen die ze kende, maar ze vond mensen ook gauw ordinair. Nou ja, in ieder geval, en er was natuurlijk vreselijke toestanden in dat kamp. Ja. En dan vertelde ze me dat ze elke dag uren in de rij stond voor het kacheltje om water warm te maken om mij te wassen. En dat wij beneden in het stapelbed, of hoe noem je dat, mochten liggen, omdat ik nog zo klein was. En ik meen dus mijn allereerste herinneringen van zo'n stuk bed en die donkerte. Dus is echt een beeld wat je hebt? Ja, dat is volgens mij een authentiek beeld wat ik heb. Maar ja, ik was anderhalf, maar het kan. Kan natuurlijk, ja. Maar in ieder geval, mijn moeder vertelde altijd, maar jij was, dus hoe vreselijk het was. En, maar jij was zo vrolijk, je was de mascotte van het kamp. Nou, dat vond ik als kind, ik dacht ik ben maar een bofkop. Dat heb ik ook heel lang ben ik dat blijven denken. Ja. En er was daar een danseres, ben ik even nu de naam kwijt, dat ga je altijd zien. Gold. En die danste altijd voor mij en die zong en dan ging ik ook dansen, nou ja, zo. Dat was Gaia Goldstein, of niet? Ja, ja. Ja, precies, ja. Ja. En inmiddels in Amsterdam zijn er twee mannen geweest die actie hebben ondernomen. De ene was Jacob van Beek. Een
dus die met mijn moeder getrouwd was. En ontzettend lieve man, en, maar ook heel, heel naïef. En die is naar de Euterpenstraat gegaan, waar de SD zat. En die heeft gezegd, ja, mijn vrouw zit in Westerbork. En hij had nog, of misschien ook wel gezegd, dus we zijn gemengd gehuwd. Maar in ieder geval, dus dat klopt niet. Maar als u mij nou naar een kamp stuurt en haar dan hier met het kind hier naartoe haalt. En hij was ziek en broodmager. En het verhaal is dat die Duitsers hem dus lachend weggestuurd hebben. Dus dat ja. is nog goed afgelopen voor hem. Ja. Maar, en ja, dus ook heel dapper en ja, in en in goed, maar ook heel ja. naïef natuurlijk. En, maar mijn stiefvader, Louis Kloet, die is ook, die liep altijd zonder ster, en die is ook daar naar de Euterpenstraat gegaan. En daarboven zat de Joodse Raad. En die mensen van de Joodse Raad, die kenden hem allemaal. En die kregen zowat een hartaanval dat hij daar binnen kwam lopen zonder ster. Maar hij is naar de SD gegaan en gezegd, ja, die mevrouw Van Beek, is daar in Westerbork, maar dat is een administratieve fout. En ik weet eigenlijk de reactie niet, maar en hij is gewoon dat gebouw weer uitgelopen. Ik heb natuurlijk altijd gedacht dat hij ons daarmee gered ja. heeft. Maar wat ons gered heeft en de 40 anderen, is dat er dus 3 maanden na dat we daar waren, er echt een oekase uit Berlijn is gekomen van Hitler, dat alle gemengd gehuwden onmiddellijk vrijgelaten moesten worden. Maar dat heb ik nooit geweten en ik vraag me ook af of mijn ouders het ooit geweten hebben, want dan hadden ze me dat zeker verteld. Ja. Dus ja. dat hele verhaal, dat is eigenlijk pas echt in Nederland uit de doeken gedaan met die dissertatie van Stoeldreeën. Stoeldreeën. Ja. En ja. Weet jij of jouw moeder ooit te maken heeft gehad met sterilisatie, of in ieder geval voor de keuze ja. is gesteld? Ja, dat is ook zo'n verhaal. Dat vertelde mijn moeder mij toen ik, ja, dat werd me allemaal verteld toen ik nog klein was. Ja. Hè? En dat voorgesteld werd, maar het was niet dwingend, geloof nee. ik. Maar in ieder geval, en dat ze tegen mij zei, ik wist natuurlijk helemaal niet wat sterilisatie was. En dat ze zei, ja, maar dat ging je natuurlijk niet doen, want papa en ik wilden nog kinderen. En, maar er hing aan het woord voor mij wel iets heel engs, wat echt een groot deel van mijn leven in mijn nachtmerries plaats heeft gevonden. Ja. En dat is dus ook niet gebeurd en ik heb pas later gelezen hoe dat dan, dat is wat ik van wist. En en dat we dus, ook al natuurlijk uit verhalen, ja, dan zaten we weer in de trein terug in Amsterdam en toen gingen we terug naar ons huis, of mijn kamer, onze kamer op de Nieuwe Keizersgracht. En dan zei mijn moeder altijd, ja, en toen deed ze de deur open, mijn hospita, en toen had ze mijn peignoir aan en mijn pantoffels stonden onder de stoel en ze zei tegen mij, ach, ik dacht niet dat u nog terug zou komen. En dan zei mijn moeder altijd tegen mij, ja, weet je waarom ik dat zo erg vind? Want haar man, waarschijnlijk was zij ook gemengd gehuwd, haar man zat ook in Westerbork. Dus dan dacht ze zeker dat die ook niet meer terug zou komen. Heel verwijtend. Ja. Och. En Louis, die woonde bij jullie ook? Nee, of niet? Louis zat in het verzet. Ja. Was overdag, liep hij zonder ster. En was actief in het verzet, bracht de krant rond, de Spartacus. En maakte
deed mee aan het maken van valse persoonsbewijzen. Hij maakte deel uit van de groep Gerritsen en die waren daarin gespecialiseerd. En 's nachts was hij ondergedoken op allerlei verschillende adressen. Onder andere waar de latere ANVJ, maar nu bij het politiebureau daar, die gebouwen, dat zijn nu appartementen. En daar zaten de Duitsers. Maar hij kende de portier, die was goed. En hij zat dus 's nachts daar ondergedoken in de kelder. Omdat hij dacht, daar zal niemand mee zoeken. En hij was heel koelbloedig en dapper. Toen het Judenviertel werd afgesloten, op dat moment liep hij daar. En kwam er een SS er op hem af en zei, wist u Joden? En toen zei mijn vader, nein. En nou, dan moet je maar gauw doorlopen. Dus denk ik, nou, hij zag. En later is hij wel opgepakt, omdat een man nog 10 gulden aan hem verschuldigd was. Het hele verhaal dat staat in het pas verschenen boek De Bezette Stad. Dus nu heb ik opeens alle details daarover, ja. Maar het verhaal kende ik. En die heeft hem toen aangewezen. En toen, kreeg hij dus van de Duitsers ook nog eens 7 gulden. En Louis is via de Hollandse Schouwburg op de trein gezet, maar is in het stuk net buiten het Centraal Station. Dat was helemaal verduisterd en aan de ene kant liepen dan Duitsers langs die wagen, langs die treinwagons die nog heel langzaam reden. En toen is hij uit een raampje gesprongen aan de andere kant. En, maar toen kon hij natuurlijk nergens heen en toen is hij op een Duitse soldaat die dat daar bewaakte afgelopen. Hij sprak vloeiend Duits, ook door mijn moeder. En heeft gezegd, kunt u me de weg naar de uitgang wijzen? En die man die kwam er niet op dat het een ontvluchte Jood zou kunnen zijn. Er waren trouwens ook soldaten, Duitsers, daar die mensen ook geholpen hebben ontvluchten. Dat heb ik later allemaal gelezen. Maar dat was in dit geval niet. Nee. En toen is hij wel, toen heeft hij mijn moeder laten weten dat hij terug was. Want en toen is hij 3 maanden ondergedoken geweest bij Salsante. Oh ja. Ook een verzetstrijder en een die gemengd gehuwd was. En een vriend van mijn vader. Ja. En wat is er met jouw tante gebeurd? Want Olga, ja. Want die woonde natuurlijk ook in Amsterdam. Ja, ja. Dat is een... Ja, een vreselijk op vreselijk verhaal, want die was dus gescheiden van Van Beek en die moest natuurlijk met een ster lopen en die was, er zijn verschillende versies van het verhaal, maar en die was met haar dochtertje Erika, was ze bij mijn moeder en mij in de Leeuwenhoekstraat. Nou ja, dat doet natuurlijk niet toe, maar ik dacht zelf even waar waren we toen. En toen moest ze, toen zou ze even melk gaan halen voor mij. Dat is, maar dat is ook het verhaal. En maar ze had ze had geen jas bij zich met een ster erop genaaid. En toen heeft ze een jas van mijn moeder aangedaan en met een ster met een veiligheidsspeld vastgemaakt. En toen is ze op straat aangehouden en naar de gevangenis gebracht en naar Westerbork. En vanuit Westerbork heeft ze nog een
een telegram gestuurd om de scheidingspapieren te vragen. Wat ja. aantoonde, maar dat zou al niet geholpen hebben. Maar bovendien is ze meteen gedeporteerd. Maar dat is natuurlijk een afschuwelijk verhaal. En voor haar dochter, hè, waar ik later contact mee kreeg. Ja, door als je dat naast elkaar zet, hoe dat gegaan is. En dat mijn moeder dus met haar ex-man getrouwd was. En dat heeft ons leven gered. Ja, dat is echt heel, heel afgrijzelijk. Ja. Heel afgrijzelijk verhaal. Ja. En, kun je een beeld scheppen van dat naoorlogse gezin, hè? Want jouw moeder heeft dus de zus, die is vermoord, de geliefde. Lou heeft ook familieleden. En alle verloren en vrienden. En iedereen, ja. Dus hoe was dat, die sfeer daar? Ja, ik heb een herinnering. Dat het eigenlijk, hè, ik was 3 aan het einde van de oorlog. En dat het die eerste jaren na de oorlog, dat het eigenlijk bij ons altijd donker was. We woonden in een huis wat met een heel donkerbruin behang, waar trouwens NSB'ers hadden gewoond en wat geconfiskeerd was. Louis werkte bij de politieke opsporingsdienst. Dus die man was in de gevangenis en zijn vrouw ook weg en wij erin. Nou ja. En ik heb het later genoemd en natuurlijk ook heel uitgebreid dit alles ook in de film van Marc Lansu. Ik had eigenlijk het gevoel dat mijn ouders en ik daarbij eigenlijk altijd nog ondergedoken waren. En dat we ons nog moesten verstoppen en ook ik dacht trouwens dat met iedereen zo was. Even tussendoor, ik weet dat ik op de lagere school zat en ik had een hartsvriendin uit een socialistisch gezin. En daar kwam ik heel vaak en die mensen woonden daar al van lang voor de oorlog. En hadden van het roze bloemetjes behang. En toen vertelde haar moeder een keer een verhaal wat zich in de oorlog afspeelde, dat haar zoon bijna opgepakt werd. Ja, zegt ze, en alles stond nog op het theeblad daar. En toen was voor het eerst dat tot mij doordrong dat bij sommige mensen het gewoon nog net zo was als toen. Dus ik was echt, en daar kon ik natuurlijk niks over zeggen, nee. Ik denk dat ik nog 8 was of 7. En dat ik zoiets dacht van, oh, maar het is niet bij iedereen zo geweest en anders en alles weg en iedereen dood. Ik kon het niet begrijpen. Maar dat was dus behoorlijk zwaar en donker. En alle verhalen, hoewel mijn ouders, Louis en mijn moeder waren inmiddels getrouwd, hè. Mijn ouders, ik heb trouwens nog niet verteld dat Louis en mijn moeder ook nog een baby hebben gekregen in 1944. Mm-hmm. En waar ik hele vage herinneringen aan heb ook. En die is in augustus 1945 overleden aan difterie. Dat was toen een epidemie onder baby's. Ina heette ze. Mm. Ja. En daar heb ik ook, en later als kind lagen er ook nog allerlei babyspulletjes in de kast en die waren van haar. En mijn moeder verzorgde mij altijd met zwitserpoeder. En vroeger stonden er op die busjes een foto
van een baby. En ik dacht altijd dat dat inhoudt. Ach, ja. Nou, dat is een beetje. En zij waren dus inmiddels getrouwd. En dus zij vertelde zeker geen griezelverhalen over de oorlog. Maar er werd veel over de oorlog gesproken. En ook natuurlijk... Maar ging dat met een bepaalde emotie of was het, op welke manier vertelde ze dan? Ja, ik zou als volwassene, zou ik de emotie in ieder geval gezien en zeker ook vermoed hebben. Maar eigenlijk zou ik het toch niet, ik weet wel dat Louis, mijn stiefvader, dus al die verhalen vertelde en ook allerlei heldenverhalen, hè, wat hij in de oorlog gedaan had, en dat vond ik helemaal fantastisch. Maar ook verhalen van mensen, dat zijn vrienden die gefusilleerd zijn op het, hoe heet het daar, plein? Bij de Vijzelstraat. Ja. Oh, nou ja, mijn leeftijd. Ik ben er nog wel wat jonger. En Zeteringplantsoen, ja. Tot voor kort lag daar ook nog een monument. Maar ja. Ik geloof dat dat om een of andere kieze wijze verwijderd is. En dat, bijvoorbeeld dat vertelde hij, dat die daar allemaal gefusilleerd zijn. En als kind dacht ik, en over alles, dacht ik altijd van, oh, maar hoe kan dat? Dat hij dat zo kan vertellen of dat hij dat allemaal overleefd heeft en wat erg. En ik had ook een beetje op me genomen om de ernst en de verdriet van dat alles uit te stralen. Dus bijvoorbeeld, ik ging altijd heel serieus kijken bij alle mogelijke gelegenheden. Zelfs toen ik al een zoon had, maar toen was ik wel zelf nog heel jong ook. En dan zei de tramconducteur in Amsterdam tegen mij, hey meisje, kijk niet zo ernstig. Ja, maar ik voer dat eigenlijk terug. En dus wat jij zegt, en dus al die verhalen werden verteld en ach ja, ook niet teruggekomen. Ik herinner me wel dat mijn moeder vertelde hoe angstig ze was. Als er midden in de nacht gebeld werd tijdens de oorlog. En dan bleek het de politie te zijn dat het verduisteringsgordijn niet goed sloot. Maar dat heb ik echt als heel emotioneel en angstig ervaren. En ook dat ze, ook als er 's avonds gebeld werd toen ik klein was, dat ze dan ook nog wel schrok. En ik heb dat met elkaar in verband gebracht. En mijn vader, die is jong overleden, 64, en mijn stiefvader dus. En het laatste jaar, hij werd ziek, maar er werd niks gevonden. En toen zei hij heel nuchter, hij was inmiddels hertrouwd, van mijn moeder gescheiden en hertrouwd. En ik wist dus nog steeds niet dat hij niet mijn vader was. En toen hoor ik hem nog zeggen, toen zei hij, nou ja, als het niet lichamelijk is, dan moet het wel psychisch zijn. Maar daar had hij allemaal niks mee op. Maar toen is hij in groepstherapie gegaan bij Saltas. Want hij wilde beslist bij iemand die wist waar het allemaal over ging. Want hij begreep natuurlijk wel dat het daar... En daar is hij een jaar en in groep en individueel geweest. En dat heeft wel heel veel bij hem losgemaakt. En toen heb ik hem voor het eerst echt emotioneel en ook voor het eerst zien huilen. Omdat hij diezelfde verhalen vertelde. Ja, ja. Ja, dat. En ja, maar over die eerste tijd na de oorlog, dus het was heel donker allemaal. En ik had nachtmerries en... En tegelijkertijd, ik had ook bijvoorbeeld iets heel merkwaardigs op school en ik werd ook gepest en achterna gezeten, een raar kind. En,
En mijn moeder was heel excentriek, dat hielp ook niet. Nou ja, excentriek, maar die 48 liep ze met een lange broek en een rokend op straat. Ah, jouw moeder is gek. En ik hield me dan vast. Nou ja, wat mij bijvoorbeeld steun gaf, dat wij zo anders waren. Maar dan dacht ik altijd, ja, maar mijn vader en moeder lezen De Groene. Ja. Dus eigenlijk ik las natuurlijk De Groene niet, maar nee. Een soort gevoel van, daar horen wij bij. Of gaf houvast, denk ik ook. Maar hadden ze dan wel oog bijvoorbeeld voor wat jij had meegemaakt? Ook al was je natuurlijk klein. Ja, als ik het met sommige vrienden vergelijk. Een vriend van mij die in met ouders in Theresienstad is geweest. En daar werd altijd gezegd, nou gelukkig heb jij nooit wat meegemaakt. Want jij was nog maar een baby. Ja. En ook, maar goed. En die zeiden zelf ook, als overlevende, dat vind ik wel een heel sterk voorbeeld daarvan. Wie het heeft overleefd, heeft niets meegemaakt. Dus daar bedoelden ze ook zichzelf mee. Nou ja, echt. Nou goed. Mijn ouders in de oorlog was ik ook al 's nachts aan het gillen. Kennelijk, dat weet ik helemaal niet meer. En toen zijn ze met me naar een hele beroemde Joodse kinderarts gegaan. En gezegd we maken ons zorgen. Ja, het is ook, ik moet er ook om lachen. Nee, ik bedoel heel lief en zorgzaam, maar ook, ja. Maar goed, dus ze hadden een gevoel van, er moet iets met dat kind zijn. Nou, toen is hij mij helemaal gaan onderzoeken. Maar ik was kogelrond, want ik at alles, aardappelschillen, nou, noem maar op. En toen zei hij, hij zorgde ook voor kinderen in Westerbork bijvoorbeeld. En hij maakte natuurlijk de vreselijkste dingen mee. Dus hij heeft toen tegen mijn ouders gezegd, nou, als alle kinderen, Joodse kinderen zo gezond waren als dit kind... Goed, dat werd mij ook altijd nagedragen, nou ja. Maar na de oorlog, ja, ik kan niet zeggen, zoals je zoveel hoorde, dat invloed die het op mij gehad zou kunnen hebben, dat ontkend werd. Daar waren ze ook nou, niet alleen te intelligent, maar ook hevig geïnteresseerd in Freud en noem maar op. Maar toch, ja, ook weer niet onderkend of, nee. Ja, en op een gegeven moment kom jij in aanraking via jou. Pleegvader, kom je in aanraking met kunst. Ja. En dat brengt iets voor jou, een soort van andere wereld. Kun je daar iets over zeggen? Ja, tot die tijd, ja. Ik was 10 en toen ging Louis, was werkloos. Die had allerlei rare baantjes gehad en zo. En we waren na de oorlog ook nog eens een keer, zoals natuurlijk wel veel mensen, maar echt straat arm. Ik hoorde laatst van iemand dat mijn vader en moeder samen 1 paar schoenen hadden, vlak na de oorlog. Maar goed, en toen werd hij, toen ging Louis als werkloos hoofdarbeider, heette dat toen, bij het Stedelijk Museum werken. Dus vanuit de bijstand, maar dan hoefde hij niet in de haven te werken, bij het Stedelijk Museum werken. Hij had een diploma als uitgever en bibliothecaris. Hij is ook nog in Israël geweest, maar dat voert nou te ver. En toen is hij daar in het Stedelijk Museum gaan werken. Er was een boekenvoorraad, maar die lag op zolder en die is hij gaan inventariseren. Nou, later is hij de eerste is er een bibliotheek gebouwd. Hij was heel close met Sandberg, die ook in het verzet heeft gezeten en die hem helemaal de vrije hand liet. Maar voor mij belangrijk, ik denk vanaf dag 1, maar het was natuurlijk niet zo, maar toen hij daar eenmaal werkte, ging ik gewoon elke dag uit school naar het Stedelijk Museum.
En dan zei ik tegen de portier, ik ben de dochter van meneer Kloet. En dan mocht ik dus zonder kaartje naar binnen. Dat was toen heel wat. Ja. En ja, en voor, dus ik kwam daar. Maar voor mij, wat ik in mijn herinnering heb, is dat ik dat museum binnenkom en die monumentale witte trap. En alles was wit toen, hè? Nog geen Daan Golden of wie weet er allemaal nu geschilderd heeft. Dus helemaal dat witte en alle wanden waren wit. En het prachtig licht, ja, in mijn herinnering dus allemaal. En ik ging natuurlijk, en ik ging schilderijen bekijken. En mijn vader zei, nou, loop maar rond. En dus ik zag met name dus de abstracte kunst. En, want alles wat aan de werkelijkheid gerelateerd was, dat vond ik eng. Dus zelfs Chagall, dus figuren, dat had allemaal met eng te maken. Dus Mondriaan, nou ja, ik heb het natuurlijk al vaak verteld, maar vond ik echt fantastisch. Maar absoluut niet bedreigend. Gewoon duidelijk, helder. Hè? Er kon niks engs achter zitten. Oh. En dat hele komen in dat museum, dat gaf mij eigenlijk voor het eerste gevoel van, oh, maar je kunt ook anders leven. Het hoeft niet allemaal ellende en nachtmerries en iedereen dood en nare geschiedenissen te zijn en nergens bij te horen te zijn. Nee. Je kunt ook zo leven. En dan wist ik nog helemaal niet wat zo was. Maar ik heb het, ik moet zeggen dat dat natuurlijk wel achteraf bekeken is. Ik heb het eigenlijk pas voor het eerst, hè, dus dat was 1950, 52, als bevrijding ervaren. Ja. Dus, en dat heeft ook... Ja, dat heeft. Kijk, het was natuurlijk ook zo dat wij het maatschappelijk beter gingen krijgen daardoor enzovoort enzovoort. Maar ja, dat heeft een enorme invloed op mij gehad. Ja, ja, dat is. En dat is mijn leven lang gebleven. Ja, ja, je bent zelf. En ik ben natuurlijk zelf gaan schilderen. Ja. En daar heeft aanvankelijk de oorlog ook een rol in gespeeld. Maar dat. Ja, nou ja, ik vind op dit moment ook nog deze coronaperiode, denk ik, over liefde en vriendschap en kunst. Daar ja, gaat het. Gaat het om. Dat redt ons. Ja, ik wil nog even naar het moment dat jij hoort dat Sal, dus jouw biologische vader is. Wat had dat voor, wat deed dat met jou? Nou, in eerste instantie opluchting, omdat Louis, daar was ik niet zo heel close mee. Ik was trouwens, en ik ben, maar hij is er niet meer, echt dol op Louis en hij op mij. Maar ik heb een heel, met, dus, omdat, achteraf denk ik, omdat dat geheim er lag, ja. Wat ik niet kende, maar in ieder geval, ik was, maar goed, hij belde mij en zei, ik moet je iets vertellen. Ik was begin 30. Ik moet je iets vertellen wat heel schokkend zal zijn en van alles zal beïnvloeden, een geheim. En ik was net, ik had net weer even mijn leven op de rails en ik was zo geëmancipeerd geraakt, persoonlijk vond ik toen, dat ik dacht, ja, jij kan me wel een geheim willen vertellen, maar ik hoef het niet aan te horen. Dus ik zei, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Nou, maar vervolgens, dat heeft met de opluchting te maken, ging ik natuurlijk vreselijk denken wat dat geheim wel kon zijn. Ja. Meest verschrikkelijke dingen. En dus na een half jaar heb ik hem opgebeld en gezegd, controle, en gezegd, nou, kom het dan maar vertellen. En toen vertelde hij mij dus dat hij mijn vader niet was. En Sal dus mijn vader was en dat hij gedeporteerd was met de hele familie.
En ik zei meteen, oh, maar dan heb ik wel foto's. En mijn vader en Louis zei, nee, dat kan niet, want die foto's heeft mama allemaal verbrand. Nou, niet dus. En die foto's stonden nog in die voor het grijpen onder in de kast. En dus Louis ging dat allemaal bekijken, al die mensen die hij gekend had en de jeugdvereniging. En hij was de enige van die hele doos, zal ik maar zeggen, die nog leefde. Ja, och, dat is ook wel heel aangrijpend. Ja. En ik had er ook ontzettend met hem te doen. En ik zei, oh, wat erg dat jij al die jaren met dat geheim... Nou, dat is later wel veranderd bij mij, maar ja, dat was eigenlijk mijn eerste reactie. Heb je je ooit afgevraagd waarom jouw moeder je dat niet heeft verteld? Ja, beide. Dat heb ik natuurlijk aan mijn vader gevraagd. Ik denk dat ik het antwoord er niet op zal weten. Dat wil zeggen, mijn vader zei dat mijn moeder dat niet wilde, omdat zij bang was dat mijn de relatie was. Nou, ze hadden een hele close, maar ook ingewikkelde relatie, dat mijn vader dan bij haar weg zou gaan. Het lijkt niet zo logisch, maar... Mm-hmm. En dat hij het heel vaak heeft willen vertellen en ook inderdaad weg wou en ook uiteindelijk gescheiden is, maar toen wou ze het nog niet. Waarom hij dat zo lang heeft laten gebeuren, is natuurlijk een tweede. En mijn eigen reconstructie is eigenlijk dat naast allerlei andere dingen, dat het eigenlijk hun beider ontkenning van wat er allemaal, hoewel ze dat helemaal niet ontkenden, maar de emotie daarvan. Ja. Ja, als mijn moeder had moeten vertellen dat haar man, dus mijn vader, gedeporteerd was met zijn hele familie. Ik bedoel, ze had me wel over iedereen of over velen verteld, maar ja, je hebt... Dus dat is mijn psychologische invulling. En ja, en waar ik voornamelijk ontzettend mee zat vanaf de volgende dag. Ik was echt helemaal... Ik fietste de hele stad door zonder te weten waar ik was. En ik dacht, 's morgens besta ik eigenlijk wel. Nou ja, dat hoorde ik ook wel van andere mensen die zoiets fundamenteels. Maar wat ik vooral heel erg vond, en ik ben toen met Louis gaan praten, dat ik zei, maar ik vind zo erg al die leugens die jullie me verteld hebben. Bij mij thuis was liegen, was echt het... Ik hoefde ook nooit te liegen. Ik mocht alles, ik koekjes pakken, ik hoefde ook niet te liegen. Maar het was onevenredig erg beladen. Hè? Elk kind liegt wel eens, nou, maar goed. Dus uitgerekend in dat gezin blijkt dus, dat was het. Ik zei al, en Louis zei dus echt vanuit de grond van zijn hart, maar we hebben toch nooit tegen je gelogen? Hij bedoelde waarschijnlijk, ja, ik heb toch nooit gezegd, ik ben je vader. Ach, ja. Oh. En hij was echt, en ik werd echt razend, ik ben heel boos geweest. En, want ik herinnerde me, nou, de hele dag door dingen, natuurlijk. Hè, dat, dan ja, zei ik tegen mijn moeder, en wat zei papa toen ik geboren werd? Nou, hij was zo trots. En toen mijn zoon mijn oudste zoon geboren werd, Michael, en toen zei ik, nou moet je zien, hij lijkt sprekend op papa. Daar moest ik ook meteen aan denken. Ja. En speelde er ook een soort van schuldgevoel bij jouw moeder? Nou, dat... Kijk, dat moet haast wel. En dat moet haast wel. En het was natuurlijk een heel erg getraumatiseerde vrouw. En maar
Ik denk, ja, dat ze, nou, ja, ik vind het moeilijk om te beantwoorden. Je zou natuurlijk denken, en dat dat ook de onderlaag is. Dus ik vind dat eigenlijk moeilijk om te beantwoorden. Ze was zeker heel erg getraumatiseerd en is ook jong overleden en heeft ook ontzettend veel verzwegen. Wat ik nu allemaal ontdekt heb door die brieven die er lagen. En die waren ook van familie. Ik wist helemaal niet dat haar moeder, broers en zusters had. Een enorme familie waren het. Dus daar heeft ze het ook nooit over gehad. Dus ja, maar ze was een gecompliceerde vrouw. Ze had ook een harde kant. Dat wil ik niet zeggen van dat dit haar allemaal niet geraakt heeft, maar ja, heel, heel bijzonder. Ze is ontzettend lief voor mij geweest. En trouwens ook tussen hun ook, dat is heel, heel lief, heel, ook met mijn vriendin, iedereen was dol op haar. Ja. Maar ze kwam de deur bijna niet meer uit naar de oorlog, later zeker niet. En ze ging niet naar de kapper en allemaal van die, ze had een eetprobleem, ze werd steeds mager. Och jeetje, ja. Ja, nou ja, dat is een beetje oppervlakkig, maar... Je hebt uiteindelijk de naam Van Dam aangenomen. Ja. Dat is wel een... Ik had natuurlijk iets heel ingewikkelds met namen. Ik heette Van Beek, officieel, naar de man waar mijn moeder mee getrouwd was. En toen ik, later is mijn moeder dus met Louis getrouwd. En toen ik een jaar of 18 was, toen zei ik, ik ga gewoon Kloet heten. Want jij bent toch mijn vader? En ik wist precies, dat wist ik, hoe dat zat met Van Beek. En, maar goed, ben ik door een advocaat, een jurist van de NRC, wat een vriend was van mijn vader, ben ik te rade gegaan en die zei dat het niet kon. Maar die wist dat het niet kon, omdat... Ja. En ik ben 3 keer getrouwd geweest, dus ik had al 2 andere namen daarna, nadat Van Beek, want dat is dus bij me gebleven. En, maar toen ben ik in 1987, wilde ik Van Dam gaan heten, toen ik ook alles uitgezocht had en in therapie was geweest. En toen heb ik een advocaat genomen en dat moet dan met een beschikking van de koningin. En het hele verhaal, maar dat werd afgewezen, want het kon soms wel met zo'n niet geregistreerde relatie, maar die relatie had niet lang genoeg geduurd. Godver. Dus ik een brief geschreven. Dat het mede dankzij de Nederlanders was dat die relatie niet... Maar goed, dat lukte dus niet. Ik was toen in therapie en toen kon het alsnog, omdat mijn therapeute zei dat het belangrijk voor mij was. Dus nu, toen kreeg ik een beschikking van Beatrix, op humanitaire gronden, dat ik mij Van Dam mocht heten, mocht gaan noemen. En dat vond ik echt fantastisch. En toen heb ik een kaart gedrukt en iedereen gestuurd en een boom geplant voor de deur en met mijn kinderen en vrienden erbij. En ja, dat is heel belangrijk voor je identiteit ook. Ja, dat is heel belangrijk. En, op welke manier werkt die oorlog, werken die oorlogservaringen nu nog bij jou door? Ja, dat,
ik ben er natuurlijk op allerlei manieren mijn hele leven mee bezig geweest. Eerst als, zeg maar wat de vriendin en ik zeiden, als een soort leed wat ons niet toebehoort. Zij had notabene in Theresiëstad gezeten als kind alleen. En ik, nou ja, van alles meegemaakt. Maar ik vond mezelf altijd een bofkont. Ja. En, maar goed, wel last van nachtmerries en dingen. En dus ja, daar heel erg mee bezig geweest. En dat heeft me ook heel erg gedrukt. En dat heeft ook ongetwijfeld heel veel invloed ook op mijn kinderen gehad. En nou, sowieso op mijn keuzes die ik in het leven heb gemaakt. En niet alleen dat natuurlijk, maar. En, maar ja, daar toch wel steeds verder mee gekomen in verwerking. Heel lang in therapie geweest en nog eens in therapie. En nou, gelukkig dat het er is. Maar ik weet dat we de film aan het maken waren, hè, Mark Lansuur en met mij. En dat Martin, het was best heftig, die ging me interviewen, maar dan voor het eerst. En dat hij ook zei van, god ja, je bent daar al je hele leven mee bezig. En vind je dat niet zwaar, of vind je dat niet belastend? En het was eigenlijk het eerste moment dat ik me heel bewust realiseerde dat het, ja, zoals voor iedereen die zich tot de oorlog moet verhouden, of overlevende of misdadiger, maar is het natuurlijk heftig en ja, je denkt niet, dat had ik niet willen missen, om het maar even heel banaal te zeggen, maar in de loop van je leven ga je er ook steeds op een andere manier toe verhouden. En ja, dan krijg je er steeds een andere kijk op en ook op je eigen gevoelens. En het, ja, het betrekt je, tenminste voor mij, hè, niet voor iedereen, maar ja, het heeft ook een enorme invloed op je instelling, op maatschappelijke instelling. Denk maar aan Black Lives Matter nu, om iets heel actueels te noemen. Wat ik nog een heel verhaal vind, hè? Of ik ook een wit mens met privileges ben. Nou, bijna was ik er niet meer geweest, maar ja, dit even terzijde. En dus eigenlijk, en ook in mijn schilderen en in mijn bezig zijn, ja, ik kan niet zeggen dat ik het, zeker niet dat ik het alleen maar belastend vind. Het hoort bij mijn leven en bij van een heleboel andere mensen. En het geeft, en ik ben natuurlijk heel niet religieus, hè, niet religieus opgevoed. Maar, en mijn vader ook absoluut niet, maar die, stiefvader, maar die heeft me dus een enorm positief Joodse identiteit meegegeven. En dus whatever that may be, ik hoef het aan niemand te verantwoorden, maar ik ben Joods op een positieve manier. Ik ben Jodin, laten we het zo, Joods is ook zo'n mooie vernietiging. Dus ja, het hoort ook bij mijn geschiedenis. En ik vind zelf, nou ja, zoals ik nu ook hier zit, ik vind het adagium van nooit vergeten, zeker, voor hoe ver dat kan, maar vind ik toch te weinig. Dat is me niet levend genoeg. Ja. En ik vind dus dat, dat je er ook bezig bij moet blijven, maar mee moet blijven in dat niet vergeten en herdenken, maar ook, en ook niet alleen van dat nooit weer, want dat, maar in je eigen levenshouding en hoe je met de wereld omgaat op je eigen piepkleine manier natuurlijk. En ook de geschiedenissen van mensen die omgekomen zijn, dat je die ook steeds meer invulling geeft. Ja, met, zoals met mijn moeder, nou, die heeft het gelukkig overleefd, maar met die brieven die ik heb en waar ik nu dus
heel archief van heb en waar ik op den duur ook iets mee zal doen, waar al die mensen levend en allemaal apart en anders uit tevoorschijn komen. Dus ja, en af en toe is het ook vreselijk, maar dat is natuurlijk... Ja, het is deel natuurlijk ook van de geschiedenis. Ja, en ik heb me er zeker wel eens te veel mee bezig gehouden, ook voor mijn eigen goed. Maar ik heb het idee, maar ja, hier zit ik weer, maar dat het toch wel in een evenwicht is geraakt. Dus, en ik merk ook dat mensen geïnteresseerd zijn. En mijn kinderen, mijn kleinkinderen zijn ook geïnteresseerd en willen ook weten wat dat nou is, Jood zijn en half Jood zijn. Ja. Dan kun je daar wat over zeggen en ik heb wel eens wat op school verteld en zo. Maar is dat een antwoord? Ik vind het heel mooi dat je vertelt van het stopt niet bij herdenken. Het is juist ook door de tijd heen ben je ermee bezig en krijgt het ook wel elke keer een andere vorm of een andere laag of er komt een laag bij. Dat is juist het actieve ook. Ja, en precies. Dat hoop ik dat ik dat, nou geloof ik wel dat ik dat vertegenwoordig, maar ik hoop ook dat ik dat kan blijven doen op die manier. Ja. Want dat vind ik echt belangrijk. En niemand kwalijk nemen nee, die het anders nee, doet, zeker hè? Niet. Nee, maar het nee, gaat om jou. Niet, want, ja. Maar ik ben blij dat ik dat kan. Nou, dank je wel. Dank je wel voor het delen van je... van een stuk geschiedenis. Hè? En heel fijn dat je hier dit wilde vertellen. En dat u hier allemaal aanwezig bent. Ik wou even zeggen dat de foto is waar mijn vader op staat met zijn verenigingsgenoten. Daar is hij 16. En volgens mij maakt hij een vuist zo. En dat is mijn moeder en Sal, mijn vader, dit ook, aan de Amstel. En ik denk dat hij, want er is ook nog een foto van mijn moeder en zijn broer, gewoon in het gezicht. Maar ik denk dat van de rug is genomen, omdat dat natuurlijk een volstrekt illegale en gevaarlijke situatie was. Dat zij samen waren. Dat mijn moeder dus met een Joodse man was. Maar goed, en dit is mijn grootvader van vaders kant. En hij werd rode Moos genoemd. Maar het is niet zeker of dat was vanwege zijn socialistische denkbeelden of vanwege zijn rode haar. Dit is mijn tante Olga met Erika. Dit is mijn oma in... Dit is mijn moeder en Olga in Wenen met Koerti, mijn zusje. Zusje zegt Inge en Erika. Hier ben ik bezig de boom aan het planten in de Johannesvulstraat waar ik toen woonde in 1990. En hier ben ik met een schilderij, toen pas schilderde met de... Mijn embleem, zeg maar, kinderfoto's en ook die natuurlijk bij donker en licht.